moet zeggen dat ik het buitengewoon leuk vind dat Rijkswaterstaat dat hij ook kijkt naar waar het mogelijk is om te werken met MKB-bedrijven. MKB-bedrijven en zeker familiebedrijven zijn natuurlijk ook wel enorm belangrijk, ook voor de economie van Nederland en voor de infrastructuur van Nederland. Dus ik vind het een hele mooie stap. Het aardige is daarnaast dat de manier hoe ze dit contract tot stand gebracht hebben, dat dat echt een voorbeeld is van de marktvisie, van goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En daarmee staat het eigenlijk ook een beetje symbool voor de infratech van dit jaar. Want daar kijken we allemaal naar, hoe kan die samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, overheid en de infraondernemer verbeterd worden. Het is voor 2019, het is er voor een jaar. En in dat jaar gaat de Vermeulen Groep het groot variabel onderhoud voor Rijkswaterstaat aan de rijkswegen van de regio West-Nederland-Zuid. En dat is ongeveer Zuid-Holland en dan het tweede perceel en dat is aan de noordkant. Dit is een BVP-contract. Wij kunnen een onderscheiden vermogen zeker te werk stellen omdat wij daar heel sterk in zijn. En, ja, BVP het geeft al een beetje aan, best value procurement is natuurlijk een contractvorm waar wij heel goed invulling aan kunnen geven. Zeker het onderscheidend vermogen en dat is laten zien dat je de expert bent. Dan kunnen we in dit soort contracten kunnen we daar echt onderscheidend in zijn.